Goedenavond, welkom bij Omroep Zeeland Sport. Ook voor ons is de winterstop voorbij. En dat betekent vanavond weer een volle uitzending van 18 minuten. Met aandacht voor zwemmen, mountainbike en voetbal. Hoek hervat de competitie in de derde divisie op eigen veld tegen Kwik uit Den Haag. Kloetingen op bezoek in Veghel bij Blauw-Geel 38, ook in de derde divisie. En de laatste wedstrijd van de ATB wintercompetitie in Vlissingen, waar de prijzen verdeeld worden. Ook aandacht voor de hoofdnummers bij het Zeeuws kampioenschap zwemmen in Vlissingen. Maar eerst voetbal in de derde divisie. We trappen de tweede seizoenshelft af met Hoek tegen Kwik. Hoek is op de zevende plaats de beste Zeeuwse ploeg op de ranglijst. Maar de eerste helft van de competitie was Hoek vooral wisselvallig en daar willen ze uiteraard vanaf. Er zijn personele problemen, want aanvoerder Rick Impens is met een liesblessure nog 3 weken uit de roulatie en Hoek zit nogal dun in de spelers. Vanwege blessures, vertrokken spelers en er zijn ook nog geen opvolgers aangetrokken. Dit is de ploeg waarmee het trainersduo De Kranen-Rombout begint tegen Kwik met Mathieu de Smet en Jardel Constantia voorin. Als vervangers van de geblesseerde Rick Impens en Silvio Hagen, want die begint met hamstringklachten als reservespeler. In de eerste wedstrijd tussen beide ploegen was Hoek heer en meester en werd het in Den Haag 1-6. Dit is Kwik in de aanval. Begin van de wedstrijd. Goede combinatie. De kans voor Rachid Bouaouzan. En de redding met de voet van keeper Lars Knipping van Hoek. Eerste mogelijkheid in deze wedstrijd. Hoek heeft het moeilijk in de eerste helft met Kwik dat er fel op zit. Dit is Jaap Fischer. Goede combinatie. En daar is Bouaouzan weer. En die struikelt dan. En verspeelt daarmee een kans voor Kwik. Kwik dat de betere ploeg is in de eerste helft. Hoek geen kans gecreëerd. Na rust een ander beeld. Hoek in de aanval. Dit is een schot van Mathieu de Smet. De redding is van keeper Zunderdorp van Kwik. Hoek komt veel beter uit de kleedkamer. Hier is Bouaouzan weer. Goeie redding van Lars Knipping. En ook in tweede instantie een redding van Knipping. Die houdt zijn ploeg op de been in deze wedstrijd. En het is aan hem te danken dat het nog 0-0 is. Constantia. Hoek op zoek naar de openingstreffer. Constantia met wat geluk. Daar is Schalkwijk. Dat moet een doelpunt zijn voor de topscorer. Maar die staat niet goed opgesteld. En tot zijn eigen verbazing gaat die bal er niet in. En blijft het dus 0-0. Grote kans voor Hoek. Dan komt Silvio Hagen erin. Begon op de bank vanwege hamstringklachten. Maar is nu toch nodig om de band te breken. Constantia gaat eraf. Een half uur heeft Hoek nog om wat aan die 0-0 te doen. Goeie aanval, de bal komt bij Mathieu de Smet. Schalkwijk kiest positie en rondt het keurig af. En dan is het na dik een uur spelen toch 1-0 voor Hoek. Een hele mooie goal, een hele mooie aanval. En op dat moment de verdiende 1-0 voor Hoek. Voorzet op maat van Mathieu de Smet. Goed positie gekozen en uitstekend afgemaakt door topscorer Steve Schalkwijk. Terecht applaus van Quincy Rombout, een van de trainers van Hoek. Silvio Hagen met een kans. Hoek zit nu goed in de wedstrijd. Van de Kandelaren werkt niet goed weg. Jaap Fischer. En dan staat het plots toch 1-1. 13 minuten voor tijd. Die goal komt volledig uit de lucht vallen in de tweede helft. Van de Kandelaren is te laat. Wantens is te laat. En dan ligt het helemaal open achterin. En dan schiet Fischer diagonaal knap binnen. Toch 1-1. Vrije trap van Jacco Schamp. En wat gebeurt daar? Er kopt Filip Kouwenhoven de bal pardoes op de eigen lat. Er komt Kwik met de schrik vrij. De tweede helft is vele malen leuker om te zien. Er gebeurt veel meer dan in de eerste helft. En hier wordt Schalkwijk teruggefloten. Onterecht, zegt hij. Vanwege buitenspel. Schalkwijk. Schamp. De Smet. En de redding van Zunderdorp. Het blijft voorlopig 1-1. Spannende slotfase. De Smet. Martens. Bal gaat voorlangs. En Martens baalt dat die bal er niet in gaat. Dat er niemand is om die bal aan te tikken. Loof kopt weg. Bouaouzan. Geen overtreding van Lyon.
Dit is wel een overtreding. Want er komt de hand bij kijken van Martens. En krijgt Kwik in de blessuretijd, diep in de blessuretijd, nog een vrije trap. Enzo Huntink. Het zal niet waar zijn voor Hoek. 1-2 voor Kwik. Doelpuntenmaker Enzo Huntink. Hoek krijgt het deksel op de neus. Knipping aan de grond vastgenageld. Kansloos. En de meegereisde supporters uit Den Haag vieren feest, want het is gelijk afgelopen. Hoek gaat onderuit. Een zure nederlaag voor de Zeeuws-Vlamingen. Op eigen veld tegen Kwik. 1-2. Tja, de spelers van Hoek druipen teleurgesteld af richting de kleedkamer. Want dit is wel een hele valse start van de tweede seizoenshelft. Ja, dat is wel heel zuur, ja, dit. Had niet gehoeven, maar... Nee, want je kan hem in de tweede helft, kun je hem in principe over de streep trekken. Want er is eigenlijk niks aan de hand. Tweede helft speel je ook veel beter dan de eerste helft. De eerste helft was ook niet goed, hè? Nee, de eerste helft was niet goed. We stonden gewoon niet goed. En dat was ook duidelijk. We speelden een beetje te ver voor de bal. In de tweede helft hebben we dat opgepakt. Hebben we toch echt de halfspaces benut tussen de back en de CV. Ja, en dan kom je 1-0 voor. Prachtige goal, denk ik, van mezelf, mag ik wel zo benoemen. Goede aanval. Ja, ja, zeker. Goede aanval van een aantal schijven en een goede bal van Mathieu de Smet, die hem prachtig neerlegt. Ja, dan moet je doordrukken en dan krijg je de 1-1. En dan, ja, in de allerlaatste seconde. Dit is zo moeilijk voetballen. En wat je zegt, een valse start, maar je schiet gewoon in je eigen voetje. Ja, zonde. Door met blauw-geel 38 tegen Kloetingen, dat zich in de tweede helft van de competitie veilig wil gaan spelen in de derde divisie. Kloetingen staat nu tiende, maar is allerminst zeker van handhaving. Blauw-geel 38 staat op de vijfde plaats met uitzicht op een top-3-klassering. Zware wedstrijd dus. Meest opvallende naam in de opstelling van trainer Juriaan van Poelje is die van Teun van Remortel, de 18-jarige doelman uit de eigen jeugd. Want Mitchell Bravard, de eerste keeper, is afwezig. En Van Remortel krijgt de voorkeur boven Milan Zabicki, die normaal gesproken de tweede keeper is. Sowieso nogal wat wijzigingen bij Kloetingen. Want ook Julius Bliek is er niet. Hij wordt achterin vervangen door Jeroen de Jonge. En op het middenveld is aanvoerder Ruggilio van de Pitten weer terug in de ploeg na een wekenlange schouderblessure. Valentijn van Keulen staat nog langs de kant met de knieblessure. En voorin keert Jeffrey Dijkstra weer terug in de ploeg na een hamstringblessure. De uittrap van keeper Zielschot. Goed ingelopen door Klaas van Hekken. Komt de bal bij Van de Pitten. Dit is Dijkstra. De voorzet. En daar is gelijk al de 0-1. Na 1 minuut en 30 seconden door Van de Pitten. Goeie goal zeg. Wat een start van de Beverlandse ploeg. En die bal is nog niet zo eenvoudig. Omdat hij twee keer stuitert. Een droomstart voor Kloetingen. Bal komt opnieuw bij Dijkstra terecht. Gaat richting Ruben de Jager. Dijkstra biedt zich weer aan. Daar gaat de bal ook naartoe. En dan is het Jeffrey Teunissen die al gelijk een kans krijgt op de 0-2. Kloetingen kreeg in de thuiswedstrijd tegen Blauw-Geel een les in effectiviteit en ging met 2-4 onderuit. Ruben de Jager misschien met een kans. En daar is de redding van Jordi Zielschot. Maar Kloetingen is de bovenliggende partij, is de baas op het veld, zoals trainer Juriaan van Poelje dat graag ziet. En Blauw-Geel doet nog volop mee voor een plek in de nacompetitie, maar heeft nog bar weinig laten zien. Dit is Koen van der Zanden, maar het levert geen problemen op voor die invaller doelman Teun van Remortel. Dit is een schot van Ben van der Nieuwenhof. En ook dit levert uiteindelijk geen probleem op voor Van Remortel. Dan wordt er gefloten door arbiter Dominique Prik omdat er iets gezegd is in het veld. Door Robin Voets en die heeft al een gele kaart gekregen. En krijgt nu op slag van rust zijn tweede gele kaart. En dat betekent dat Blauw-Geel met een man minder verder moet. Ook dat nog eens. Dan zit je niet lekker in de wedstrijd en dan wordt er ook nog eens een speler uitgestuurd. De Kloetingen gaat door. Dijkstra. Van Hekken. Dit is de Jager in het middenloop van de Pitten weer. Gaat de bal ook naartoe, maar die is net iets te scherp. En dat had de 0-2 misschien wel moeten zijn. Maar wat is het lekker voetballen met een man meer op het veld. Jeffrey Teunissen. Prachtige dieptepaas. Op Ruben de Jager. In de tweede helft. Wordt weggewerkt, wordt niet weggewerkt en dan is het 0-2. Kort na de aftrap.
Een kolderiek doelpunt. Laten we eens kijken wat er gebeurt. Ruben de Jager haalt uit voor het schot. Zielschot stopt. En via Jay van Bokstel komt hij tegen Michiel Zeller aan. Zelden vertoond. Wat een eigen goal. Kloetingen op Rozen. Dit is Kai Koreniuk. Wordt Van Remortel dan nu wel op de proef gesteld? Nou, eigenlijk niet. Want die invallende doelman kent een zorgeloze middag. Gallery play. Balletje buitenkant voet. Van Dijkstra. Naar de Jager. Wordt het dan ook nog 0 tegen 3. Hier is Dijkstra opnieuw met het schot. En dit is een goede redding van Zielschot. Nog ruim een half uur te spelen. En Kloetingen gaat die wedstrijd winnen. Want van enige spanning is absoluut geen sprake. Het wordt eerder 0-3 dan 1 tegen 2. Goeie bal van Deurlo. Dijkstra met de voorzet. En dan is het nu wel Zeller die goed weghaalt. Appel voor Hens. Appel mag doorgaan. Nou, er ligt heel veel ruimte voor Ruben de Jager. Met Michiel Zeller voor zich. Maar de Jager komt niet tot een schot. Van de Pitten dan. Deurlo. En die bal gaat net naast. Het lijkt wel een trainingspotje voor Kloetingen. En dan is het afgelopen. Kloetingen kent een zorgeloze middag in Veghel en wint met 0-2. Ja, mooie zegen voor Kloetingen, maar Hoek verliest. En dit is dan de nieuwe stand in de derde divisie na speelronde 18. Stedokor blijft koploper. Hoek staat laag in het linker rijtje, terwijl Kloetingen juist hoog in het rechter rijtje staat, op de 10e plaats. U ziet in deze stand Una uit Veldhoven op de 3e plek staan. En Una is de nieuwe ploeg van Kloetingen-trainer Juriaan van Poelje. Komende zomer gaat Van Poelje daar aan de slag bij de Brabantse ploeg. Nu aandacht voor de Zeeuwse winterkampioenschappen zwemmen in het Vrijburgbad in Vlissingen. Kalle van Gemert van de Zeeuwse kust uit Vlissingen is de snelste op de 50 meter vrije slag in een tijd van 24 seconden rond. En Babette Voogd, die ook lid is van de Zeeuwse kust, is bij de vrouwen de snelste op de 100 meter vrije slag in 1 minuut en 83 honderdste. Dat waren de belangrijkste nummers van gisteren. Maar ook vanmiddag is er gezwommen. De 50 meter vrije slag voor vrouwen met op de blokken in baan 4 Babette Voogd met de snelste inschrijftijd. Verder Romy van der Zwan, Natasja Voorrad, Kirsten Walraven, Eva van Elzen, Natasja Beuzeler en Marenne Huig. En weg zijn ze, de vrouwen, 4 zwemsters van de Zeeuwse kust in de finale. De Voogd is favoriet, won op zaterdag al de 100 meter vrije slag, de 100 meter rugslag en de 50 meter vlinderslag. Ze keert nu als eerste, maar Eva van Elzen met een roze badmuts zit er nog het dichtstbij. De Voogd is 20 jaar, woont in Vlissingen en net als Eva van Elzen die uit Middelburg komt, lid van de Zeeuwse kust. De Voogd wint, tikt als eerste aan in 27-74. En ze mag weer een zege bijschrijven. Heel erg blij, ja zeker. Het was allemaal heel spannend, maar ik ben blij dat ik heb gewonnen op de meeste afstanden. Dus daar ben ik heel blij mee. Ja, want had je toegeleefd naar dit Zeeuws kampioenschap? Ja, zeker. Ik hou sowieso heel erg van sprintafstanden. Dus dat het ook alleen maar een Zeeuws was met sprintafstanden, vond ik echt heel erg leuk. Ja, zeker. Concentratie bij Kalle van Gemert van de Zeeuwse kust voor de finale van de 100 meter vrije slag. Van Gemert heeft de snelste inschrijftijd. Verder in het water, van bovenaf gezien, Tristan Kloet. Flynn Wolterman, Junior Vermeulen, Benjamin Vermeulen, Juri van Wollenburg, Roderick van Doeselaar en Tom Erpelink. 3 zwemmers van de Zeeuwse kust in de finale en 2 van de Beverlanders. En Kalle van Gemert is de topfavoriet. Hij is ook in grote vorm. Won op zaterdag al de 100 meter vlinder, de 100 meter school, de 50 meter vrije slag en de 100 meter wisselslag. En is nu op weg naar de winst, ook op die 100 meter vrije slag. Hij komt uit een echte zwemfamilie, want vader Ilko hoorde bij de Zeeuwse top. De 25-jarige Kalle van Gemert hoort zelf bij de beste 20 zwemmers van Nederland. Zwemt vaak B-finales en een enkele keer een A-finale op een Nederlands kampioenschap. Hij kan terugkijken op een prima Zeeuws kampioenschap. Zijn zegen op de 100 vrij komt niet meer in gevaar. Benjamin Vermeulen uit Capelle wordt tweede, Juri van Wallenburg derde. Winnende tijd van Gemert 53-11. Ik heb inderdaad best een paar keer gewonnen. Maar het gaat voor mij eigenlijk gewoon meer om persoonlijke records. En
En het is natuurlijk wel leuk dat ik er ook dan win natuurlijk. Dat is natuurlijk wel lekker, want je bent een sporter, dus dat wil je winnen. Maar ik heb best een paar persoonlijke records voor me en daar ben ik extra blij mee. Dan de ATB wintercompetitie die dit seizoen uit 9 wedstrijden bestaat. Half oktober was de eerste in Axel. Dit weekend de laatste wedstrijd in Vlissingen. Met Tijmen van der Vrede uit Capelle en Melissa Nuiten uit Heinkensand als koplopers in het tussenklassement. Mark Rijk was er ook en doet verslag. Bijna 30 starters bij de mannen over een wedstrijd van een uur in het Nollebos in Vlissingen. Weinig hoogtemeters vandaag, maar het is glad op het technische parcours. Meteen zien we de Belg Tim de Schuiter aan kop. Hij moet 10 plekken voor Tijmen van der Vrede eindigen om uiteindelijk toch nog het eindklassement te winnen. Van der Vrede zit keurig in het wiel van de Belg. Daarachter proberen Sander Jansen en Niels den Hollander de aansluiting bij de leiders te maken. Bij de dames Melissa Nuiten uit Heinkensand. Zij is leidster in het algemeen klassement en pakt ook nu meteen de kop. De twee leiders bij de mannen hebben inmiddels gezelschap gekregen van den Hollander uit Oostkapelle. Het trio geeft gas en ze leiden al snel met 30 seconden op de rest. Hier vooraan Tijmen van der Vrede. De coureur uit Capelle is weer helemaal terug na 2 jaar blessureleed. Het is wel duidelijk dat hem het eindklassement niet meer kan ontgaan. Maar wie van de drie pakt vandaag die dagprijs in Vlissingen? Dat is bij de dames intussen wel duidelijk, want Nuiten is vandaag oppermachtig. Zij pakt de dagoverwinning en het algemeen klassement in de ATB Cup. En dan gaan we richting het einde van de wedstrijd bij de mannen en zien we Tim de Schuiter nog eens aan kop. De mountainbiker uit het Belgische Ursel probeert de andere twee toch nog flink onder druk te zetten om fouten te maken op dit gladde parcours. En dat gebeurt, want den Hollander valt in de laatste ronde en van der Vrede kan aan het einde niet meer volgen. Tim de Schuiter wint in Vlissingen en eindigt 2e in het eindklassement. Tijmen van der Vrede wordt vandaag 2e, maar pakt de overwinning in de Zeeuwse ATB Cup. Jij wint het algemeen klassement en dat lijkt mij heel mooi na 2 jaar blessureleed. Ja, dat is fantastisch. Als je na 8 maanden stilzitten weer kan fietsen, dan denk je van ja, wat gaan we doen? Ga ik überhaupt nog wedstrijden rijden? Maar ja, als je dan op de bank ligt, je hebt een knieblessure, je ligt daar, je moet herstellen. Dan denk je ja, het kriebelt. En ja, als je dan met je trainingsmaten gaat fietsen en het gaat gewoon ontzettend goed, ja, dan begint nog meer te kriebelen. En op een gegeven moment dacht ik van ja, ik ga gewoon weer lekker die wedstrijden rijden. En dat is dus prima verlopen deze winter. Tijmen van der Vrede uit Capelle en Melissa Nuiten uit Heinkensand, de winnaars dus van de ATB Wintercup. Tot zover deze uitzending met een verdiende en opvallend eenvoudige overwinning voor Kloetingen op blauw-geel 38-02. En ja, soms word je een handje geholpen door de tegenstander. Zoals bij de 0-2, een kolderiek eigen doelpunt van blauw-geel 38. Ouderwets via de kluts, waarmee Kloetingen 3 belangrijke punten kan bijschrijven. Dit was het, tot volgende week. Dag.